We rijden hier door de straten van Benidorm. En als ik zeg we, dan heb ik het over mezelf en deze man. Kijk eens even naar de mensen, broer. Wie is dat, hoor ik je denken? Dat is Mark Marcus. Wie dat nou precies is, dat ga je zo meteen zien. Maar wat blijkt, in Benidorm is er een Surinaams restaurant. Ja, toch? Jawel, zeker. En het schijnt ook nog goed eten te zijn, toch? Zeker weten. Dus je weet hoe ik ben. Als ik hoor Surinaams eten op een plek waar we het niet verwachten, dan ga ik daarop af. Kom dan. Kom. Kom proeven. Het is naast mij de enige echte Mark Marcus, maar je heet gewoon Marco, toch? Marco. Oké, dan hoe lang woon je al hier? 13 jaar alweer, geloof ik. Ja. 13 jaar in Benidorm? Ja. En nou, wat doe je hier? Zingen. Ik doe een Lionel Richie tribute. Ik entertain bijna elke avond, zeg maar 6 dagen in de week hier in Benidorm. Verschillende cabaretplekken hier in Benidorm. Dus 6 avonden per week sta je op de planken met Lionel Richie's repertoire? Ja, Lionel Richie en de Camaros. Ja. Oké. Ja. En dan vertelde je me dus dat er een Surinaams restaurant hier is. Ja, dat klopt. Daar ga ik je nu naartoe mee. Ik ben heel benieuwd, want hoe geloofwaardig moet ik... Ja, is dat de Surinaams eten in Benidorm? Komen we zo achter. Dan gaan we daar eens even smikkelen. Hier tegenover me zit de enige echte Farouk. Jij bent dus die mysterieuze man met een Surinaams restaurant in Benidorm. Ach ja. Hoe is dat zo gekomen? Nou, het is ooit begonnen dat ik hier mijn vakantie was. En ik dacht, 's avonds, eigenlijk trek ergens in. Echt iets Surinaams. Dat Spaanse eten was ik al een beetje zat. Toen dacht ik van, nou, weet je wat ik nou echt zou lusten? Iets Surinaams. Ik zit al een paar weken hier en ik mis het toch. En rondkijken. Ik dacht, weet je wat? Ik ga het zelf doen. Leuke pan kunnen huren, voor weinig. Dus wat dacht ik? Kan ik het ook voor weinig geven aan de mensen, de Surinaamse keuken. Echt, in Spanje. En zo is het een beetje begonnen. Wat ga je ons voorschotelen? We zullen wat kleine hapjes doen. Een soort tapas, maar dan op zijn Surinaamse tapas. Hartstikke goed. Onze eigen Surinaamse pindasoep. Ja. En dan heb je de tillo. Heel favoriet bij de Nederlandse mensen. De zoute soep. Nou, dat verkoop ik zeker 5-6 per dag gemiddeld. Dat gaat achter elkaar door. En de saté. Dat komt overal bij. Ik doe de saté, echt de Surinaamse saté, met Surinaamse pindasaus en alles. En natuurlijk de barra. Met mijn eigen gemaakte chutney, de mango chutney. En dat is een beetje een klein greep uit de menukaart. Are you ready for this? Ja, Mark is wel. Die vindt het wel lekker hoor, hoef je niet te vragen. Ja, we gaan aan de bak, hè? Zo. Ik weet gewoon niet waar ik moet beginnen. Ja, ik begin met een beetje van de tillo, daar ben ik heel erg benieuwd naar. Ik ook eigenlijk. Ik weet dat die lekker is, daar niet van. Heel erg lekker een tillo. Zeker. Ja. Mals. Die vis is helemaal lekker mals. Ja. En cassave goed krokant. Goed op smaak. Vis ook niet te zout. Soms is dat een probleem, hè, bij tillo. Ja. Ja. Ik word hier vrolijk van. Echt, daar echt. Je zit gewoon lekker Surinaams te eten in Benidorm. Als je me net gisteren had uitgelegd, had ik je echt uitgelachen. Kan helemaal niet. Dan ga ik midden in deze hitte, 36 graden, zoute soep proeven. Real deal. Nee, maar serieus, echt. Je proeft die citroengras. We gaan de barra even vieren delen, dan gaan we hem proeven. Barra met huisgemaakte mango chutney. Man! Ik ga niet meer weg. Ik blijf in Benidorm. Ik zit hier verschrikkelijk lekker te eten in Benidorm bij lokaal Ocho. Als je ooit in Benidorm bent, dan ga je hier naartoe. Voor de lekkerste saute, saté, barra, tillo, pindasoep. Het is allemaal erg lekker. Dankjewel voor het kijken, dankjewel voor jullie tijd. Jij vooral bedankt voor je gastvrijheid. En tot de volgende editie van...
Kom proeven! Kom proeven, jongen!